Nee. Die vind ik leuk, voor jou, ja. Ik zit even te kijken van hoeveel die nou kost. Ja. Ja, want je hebt nog een bijzettafeltje op wieltjes. Ik ga slapen, wat rustig. Nee. Ik zit liggen even het bed uit te testen en kijken of die lekker is. Dankjewel. En ligt wel lekker. Dus dat is wel weer lastig dat mijn vader er geen afscheid van wil nemen. Maar ja, het moet toch gebeuren. Hij schakelt soms niet goed door. Ja, er zijn meer gebreken, dus door het raam. Het is vandaag zaterdag 1 januari. Ik wil u ook allemaal gelukkig nieuwjaar wensen. Ja, deze vlog. Ik zit nog ook even zitten kijken hier bij de borden. Kijk, die heb ik dus laatst met IKEA gekocht. En zie, daar heb ik in ieder geval voor mezelf alleen voorlopig even genoeg aan. Ja, maar wat ik laatst ook had gekocht is, voor de Arno, was dat dit doucherekje nog. Kijk, zo ziet het eruit. Ik moest ook zijn, dus toch dat ik ja, hier op de voorkant ook minder staan. Dus daarom, en eigenlijk is eigenlijk alles nu ingepakt voor zover. Het is ook gebruikt voor de verhuisvlog. Want ja, dan wordt natuurlijk verder gefilmd ook. Maar ja, wanneer die verhuisvlog aankomt, dat duurt nog wel even natuurlijk. Dit is het dus. Ik heb het eigenlijk een beetje zo laten zien eigenlijk. Kijk. Dit is dus de set. Er zit echt gigantisch veel in. En het is ja, van het merk Miller. We staan hier op een parkeerplaats. Ja, mijn vader moet even betalen voordat we die kant op gaan. Tot 10:30 is het. Dus daar gaan we zo meteen heen. Dan zit de volgende graag mee filmen daar ook natuurlijk. We gaan vandaag ook wat dingen opmeten en zo. Lekker. Lekker jongen. Aandacht. Zie je moeilijk doen? Die stuk laat ik al papa vanavond zien. Gaat goed? En dan ben ik blij dat gezicht er gewoon wel op tijd, hè, dat weet je. Kijk, dat is mijn bed. Zeg toch, ze moeten lachen. Nou, het is ook voor de vlog hoor. Het is voor de vlog, hoe ze niet te lachen. Ik ben niet verder gegaan. En je wil lopen kan je draaien in huis? Ja. Wil ik aan het filmen? Heeft er eentje jeuk. Ja, maar dan had ik net niet op tijd op woord. Ja.
volgens mij een vloek op mij, want mijn laptoplader is er niet meer uitgegeven. Hij maakte het de laatste tijd al een beetje raar, maar ik dacht, weet je, het zal wel. Het zal wel niet aan mijn oplader liggen, maar aan mijn laptop zelf, weet je. Volgens mij is... Stap je veel makkelijker in, dan gaan we eens kijken. Ja, maar ik moet zo wat van het zit wel. Nee, zit handen. En voor opa. Dan hoeft hij niet meer lid te liggen. En voor mijn moeder en voor mijn schoonvader. Dat is makkelijker. Hè? Ja, dat is wel zo'n ding. Je hebt nog een stuur. Makkelijk? Ja. Dit heb ik dus ook. Ja. Het is vandaag donderdag. Ik heb net boodschappen gedaan en dan ben ik even voor mijn vader even naar de kruidvat geweest. Even pijnstilling bijgehaald. Want die hebben ze in Renken bij de kruidvat niet meer. Nee, wel. Alleen die 50 stuks hadden ze niet. Alleen dus de 30 stuks. Ik heb dus ook een kaartje gekregen van iemand. Mijn adres voor jullie afgeschermd, want die kon ik hier lekker niet zien. Maar ja, dus de Duitse penvriendin van mijn vader, die heeft dit leuke kaartje gestuurd. Kon worden thuis. Nu moeten we dus naar IKEA Duiven, waar we dus het besteld hebben. Waar moeten we nu heen om te kijken of ze daar het onderdeel hebben?
hier nog deze vaas. Die heb ik ook bij de Action staan. Evenals dit leuke pampasgas. Dat heb ik ook vandaan. En deze plant heb ik van IKEA gekregen toen ik mijn bank binnenkreeg. Dus laten we maar naar de slaapkamer gaan. En vervolgens heb ik hier dus de slaapkamer. En hier heb ik het tweepersoonsbed. Sinds ik het ook nieuw heb. Slaapt hartstikke lekker. Hiernaast hebben we de kledingkast die ik heb van IKEA. Zeggen ze ook, vast is vast. Nee. De onderkant. Ja joh, zo oké, de muur. Ik heb altijd maandag. Ik ga naar mijn werk, maar ik heb de bergen binnen. Schrik ik echt helemaal op. Ik zie dit en denk ik, ik ga helemaal wat. Maar ja, ik ga dus zo naar mijn werk. Ik moet weer vroeg beginnen. Dus ja, schrik ik me echt helemaal. Echt helemaal rot. Leuk. Ik wil daar een foto maar voor in staan, wacht. Nou, we lopen hier in de stad. We hebben zelf net al gescoord. Ik heb 2 jongens ook gescoord bij Primark. Mijn moeder heeft zo'n snuggie gekocht. Zo'n knuffelkleed. Knuffeldeken. En ja, dus, die is zelf gescoord. We gaan nu even wat eten en we hebben trek. Ik ga straks zelf ook even naar Coolblue voor een nieuwe telefoon opladen. Want ja, ik merk gewoon dat hij slecht is. Dus vandaar. Dus daarom ben ik nu gaan scoren. Oh, bijzonder.